De 7 meest gemaakte fouten bij het kopen van je eerste huis. Ga jij voor de eerste keer een huis kopen? Dan wil ik je daarbij graag behoeden voor het maken van fouten. Ik vertel je hierna wat de meest gemaakte fouten zijn bij het kopen van je eerste huis. En als je op de link hieronder klikt, kun je een gratis bezichtigingschecklist downloaden. Hallo, ik ben Theo Heus, NV makelaar bij digimakelaars.nl, de meest complete internetmakelaar. We werken in heel Nederland als verkoopmakelaar en als aankoopmakelaar voor een vast laag tarief. We posten iedere week een nieuwe video over alles wat er bij het kopen en verkopen van een huis komt kijken. En wil je op de hoogte blijven? Klik op abonneren hieronder en op de bel. En oh ja, like en share. De meest gemaakte fouten bij het kopen van je eerste huis, dus. Hier komen ze. Fout 1: Niet weten hoeveel je kunt uitgeven. Het allereerste waar je mee aan de slag moet gaan is laten uitrekenen hoeveel je kunt besteden. Maak die afspraak met de hypotheekadviseur. Kijk een keertje online bij een rekentool. Kijk ook goed hoeveel je gespaard hebt en hoe je wat reserve achter de hand houdt om tegenvallers te bekostigen als je een huis hebt gekocht. Je zult altijd een deel van je spaargeld moeten aanspreken omdat je niet meer alle kosten voor het kopen van een huis kunt financieren. Bijkomende kosten bijvoorbeeld zijn de aankoopmakelaar, de overdrachtsbelasting, de kosten van je hypotheek, de notaris en de kadasterkosten. Dus eerst rekenen en dan pas zoeken. Fout 2. Een huis bekijken zonder voorbereiding. Een huis is te belangrijk en je moet er te lang mee doen om zomaar voor de vuist weg je beslissing te nemen. Maak een wensenlijst waarin je duidelijk neerzet waar je naar op zoek bent. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan in welke buurt wil je wonen? Dat is misschien wel een van de belangrijkste vragen. Maar ook, wat voor soort huis wil je? Een huis met een tuintje of een appartement? Boven of beneden? In de rij of twee onder een kap? Een garage erbij of niet? En hoeveel kamers wil je? Heb je ruimte nodig voor een hobby? Weet jij al hoe je gezin er over een paar jaar uitziet? Dus kijk goed hoe je leven er nu en straks uitziet en verwerk dat in je wensenlijst. Fout 3. Vergeet op te schrijven wat er allemaal bijzonder was aan het huis dat je hebt bekeken. Als je een paar huizen gezien hebt, dan weet je echt niet meer wat er aan het ene huis nou zo leuk was. Of hoe iets dat je opviel er precies uitzag. Schrijf dus na iedere bezichtiging alles op en neem alvast een rolmaat, potlood en papier mee om wat zaken te noteren als je er bent. Als je hieronder op de link klikt, heb ik een checklist voor je die je kunt gebruiken na iedere bezichtiging. Fout 4. Een huis kopen om het huis en niet om de buurt. En dat noemen we een besluit door emotie. Je wordt helemaal verliefd op een huis. Het ziet er goed uit. Alle ruimtes zijn goed. Onderhoud oké. Okay, prijs oké. Okay, en die valt zelfs mee. Je neemt dan voor lief dat je eigenlijk niet echt op zoek was in deze buurt. Te druk. Te ver van de winkels. Te ver van de scholen. Maar ja, het huis is geweldig. Koop dat huis dan niet. De liefde op het eerste gezicht is snel over als je er woont. En je kunt wel het huis. Maar niet de plek waar het staat veranderen. Dus verder kijken. En niet vergeten dat je een pakket van eisen hebt gemaakt. Hou je daaraan. Fout 5: Het huis kiezen op de inrichting. Heel menselijk, hè, als je een huis binnenkomt en het is leuk ingericht. Maar het kan ook zijn dat je binnenkomt. En dat je vol afgrijzen kijkt naar wat ze er eigenlijk van gemaakt hebben. Man, man, probeer die gevoelens van je af te zetten. En let vooral op de ruimtes, het onderhoud, de installaties, de isolatie enzovoort. Denk er tijdens de bezichtiging over na hoe het eruit zou zien als jij er woonde. En natuurlijk moet de keuken, badkamer en zo wel een beetje kloppen. Tenzij je spaargeld hebt om dit aan te pakken. Je kunt wel bijlenen voor een verbouwing. Maar het extra bedrag dat je kunt lenen dekt meestal niet de kosten. Voor dat verschil is dus je spaarrekening nodig. En is het helemaal niet naar je zin? Denk er dan eens over na of er wel een moment komt waarop je wel kunt gaan verbouwen. En of dat ongemak van nu opweegt tegen wat je er straks of over een paar jaar van kunt maken. Fout 6: het huis niet laten keuren. Is het huis wat ouder? Laten we zeggen ouder dan 10 jaar. Dan kan dat best wel het een en ander versleten zijn of niet goed meer werken. De bouwgarantie is voorbij en je koopt wat je ziet. Dus je zit zomaar vast aan extra uitgaven waar je niet op zit te wachten. Neem bij je tweede bezichtiging een aankoopmakelaar mee. Die kan zien of een keuring nodig is. En ja, neem je geen makelaar mee, laat het huis dan in ieder geval vooraf, dus voordat je de koopovereenkomst aangaat, even keuren. Voor een paar honderd euro bespaar je duizenden euro's aan ellende. Je kunt de keuring ook als voorwaarde laten opnemen in de koopovereenkomst. Maar dan kun je nog wel eens een keer gesteggel krijgen over wat nou wel en wat geen noodzakelijke reparaties zijn. Fout 7. Je niet goed laten informeren over de vereniging van eigenaren als je een appartement koopt. Bij een appartement koop je een deel van het hele gebouw waar je medeverantwoordelijk en aansprakelijk voor wordt. Alle onderhoudskosten en de verzekeringen van het gebouw worden door alle eigenaren samen betaald. En daarvoor sparen ze per maand via de servicekosten. Alles wat er dus in en rondom het gebouw en onderhoud speelt, wordt geregeld door de Vereniging van Eigenaren. En daar ben je wettelijk lid van als je een appartement koopt. Bij sommige gebouwen is de VVE, dat is de afkorting die voor de vereniging wordt gebruikt, niet goed geregeld. Alhoewel de wetgever je best streng over is. En daar moet je dus op letten. Je kunt het allemaal zien in het Financieel Jaarverslag en in de notulen van de jaarlijkse vergadering. Het kan ook wel goed geregeld zijn, maar dan is er bijvoorbeeld een grote uitgave besloten. Daar gaan alle eigenaren dan ineens of in termijnen een groter bedrag voor betalen. Dat is wel handig om vooraf te weten, want jij moet ook mee betalen. En het kan zomaar over bedragen van een paar duizend euro gaan. Laat jouw aankoopmaker de stukken van de vereniging voor je nakijken en voorkom verrassingen. Ik heb een bonus voor je. Je hebt te veel geboden op een huis en dat is fout 8. In deze markt wordt er nog wel eens meer betaald dan de vraagprijs. Soms een paar honderd en soms een paar duizend erboven. Maar je mag maar 100% van de taxatiewaarde financieren. En als die taxatie lager uitkomt dan het bedrag dat je hebt geboden, moet je de rest uit je eigen zak betalen. Kun je dat? Dan is er niks aan de hand. Maar kun je dat niet, dan moet je het huis laten varen. Het verhaal wordt eentonig. Maar ook hier kan je aankoopmakelaar je van dienst zijn door je aan te geven of het bod dat je in gedachten hebt je niet in te grote problemen brengt. En dit waren dus niet zeven, maar de acht meest gemaakte fouten bij het kopen van je eerste huis. En ik realiseer me nu dat ik er nog wel tien kan opnoemen. Het allerbelangrijkste is rust bewaren. Denk goed na over iedere stap die je zet. Wijk niet af van je wensenlijst en overweeg echt die aankoopmakelaar. Vind je dit een interessante video? Geef ons een like. Interesse in onze verhalen? Blijf op de hoogte en abonneer je dan hieronder en klik op de bel. Dan krijg je bericht als we een nieuwe video posten. Tot de volgende keer en veel succes!